Auw! Crap! Ah! Is er iemand of niet? Ja. Oh, hij sprong... Is hij dood? Hij sprong op mij af en toen viel hij... naar beneden. Nice! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Egg Wars! Yes! Waar ben jij? Ik zie alleen maar lege glazen naast me. Ik zie inderdaad ook alleen maar lege glazen. Ben jij, welk lege glas ben jij? Ben jij de groene? Helemaal rechts? Ja, de groene. Yes, yes. Oh, that's nice. Alright, let's do it. Egg Wars. Ken je Egg Wars? Heb je een beetje Egg Wars gespeeld? Ik heb het een paar keer gespeeld. Ik ben er niet heel goed in, maar ik ga mijn best doen. Oké, nice. Ja, ik heb het laatst met Sam van Project Minecraft. Die ken je vast wel. Yes, yes, yes. Zeker weten. Met Sam heb ik het gespeeld. En hij was er wel echt pro in, maar hij vertelde mij dat hij ongeveer 5 uur per dag speelde. Oh, 5 uur per dag, damn. Yep. Maar ja, voor mij is dat niet echt het geval. Ik zat trouwens bij de Gold Generator, ik weet niet waar jij bent. Ik ben even met de goede heer de villager aan het ruilen. En ik heb zojuist gewoon van een random speler 5 golden apples gekregen. Super dope. What? Echt een gekkie, maar wel super nice. Ja. Oh, nou, lekker bezig dan. Ja, ik ben dus bij de Gold Generator en ik ben even wat gold aanpakken. Want we moeten volgens mij eerst ons ei... beschermen, zei Sam. En dan daarna moesten we naar hun toe of zo. Yes, that's right. Ja, meestal doe ik het met obsidian. Dat werkt vrij effectief, omdat ze daar niet zo makkelijk doorheen kunnen hakken en zagen. Mm-hmm. Oké. Nou ja, ik heb alleen maar iron. Ik probeer eigenlijk wat gold te krijgen, maar er is hier niet echt een gold generator bij mij in de buurt. Ja, ik heb gold. Hoeveel gold wil je? Oh, wacht, ik heb anders wel een idee. Ik bouw anders alvast wel even een stukje naar de tegenstanders toe. Of is dat niet handig om nu al te doen? Ja, just do it. Ik boeien. Nothing is impossible. Oké, Lego. Ik ga er gewoon voor. Heb je trouwens wat eten nodig? Dan koop ik wat voor je. Ik heb al 15 gold. Ik ben echt flink raak. Je bent een raketata. Ik ben een raketata, ja. Kijk eens aan, daar doen we het voor. Maar we moeten alleen zorgen dat wij niet vermoord worden. Dat vind ik nooit leuk aan het spelletje. Ander vermoorden is wel leuk, maar... Dat herken ik, ja. Als iemand anders doodgaat, is het feest. Als je dan zelf doodgaat, ja, dan is het of door heks of door lek. Eén van die twee. Heks. Oké, deze jongens aan het bouwen. Cool. Ik ga dan wat obsidian kopen. Goed plan. Heb je zoveel gold al? Ja, man, ik ben zo rijk. Ben je nu al gewoon een echte rijke tata met een Lambo en al die shit? Alles. Nice, oh, ik zag gisteren, ik weet niet of jij een beetje bekend bent met auto's. Niet echt. Ik weet wel welke auto's er mooi en duur uitzien en welke wat minder, maar voor de rest... Oké. Oh, nou ja, voor de kijkers dan. Ging iets mis? Ik ben dood. Ja, sorry. Oh. Verder. Ja, dat was echt precies op het moment. Oké, sorry. ik zag gisteren, voor de kijkers, zag ik een Audi R8 rijden. En dat is gewoon echt mijn... droomauto. En een beetje om te zeggen hoe duur die is. Ongeveer een nieuwe zal rond... je mag gokken. Hoe duur zal zo'n auto zijn? 100.000. 200.000. Holy damn. Daar heb je heel wat money voor nodig. 200.000. Dan moet je echt super lang bij de gold generator staan. Dat denk ik ook. En er zijn nu al tegenstanders die zijn op ons eiland. En echt? Zijn ze juist doodgemaakt door een meisje. Oh! Ik ben mij toch een partijtje gered door een teamgenoot van ons. Ongelooflijk. Echt? Nice. Maar ik word echt aan alle kanten aangevallen hier. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet doen. Ik ook niet. Ik ga maar een zwaard kopen. Ik denk dat dat wel een... Oh shit, ik kan nog niet eens een zwaard kopen. Oh, ik heb een zwaard voor je. Kom maar. Heb jij... Wat voor het is wel echt een skeer zwaard, maar hey. Dankjewel. Je kunt ermee steken. Precies, precies. Nou ja, ik weet trouwens niet of alle... Je hebt zoveel verschillende Audi's. De ene is... dit is alvast een disclaimer. Want iedereen zegt... Nee, hij is 150. Of nee, hij is 180. Er zijn zoveel verschillende soorten... I don't know. Maar die heb ik gezien. Het is in ieder geval eentje waar je meer dan een ton voor nodig hebt. Ja, zeker. Maar dan heb je wel echt een hele mooie. Ook een epische auto is? Die Lamborghini Gallardo. Dat vind ik echt een episch ding. Welke, is dat die ene die KSI heeft? Ik heb geen idee. Ik heb ooit eens een keer gekeken wat voor auto's ik nou mooi vond. Toen kwam ik op een gele Lamborghini Gallardo en dat is echt beep gewoon. Natuurlijk geel, want het past mooi bij je kanaal. Ik was zo close. Bij het ei van wat de dan? Dat is ongelooflijk. Ik kon bijna het heerlijke omeletje ruiken, maar toen ging het verkeerd. Lekker ei-omeletje. Hoe zou een ender egg ei smaken? Oeh, dat zouden we een keer uit moeten testen wanneer de technologie zo ver is dat we in Minecraft kunnen zijn. Met de Oculus Rift. Precies dat. En dan rare sensoren op onze mond. Lekker. Oh man, ik ga het gewoon proberen hoor. Deze jongen die is niet te stoppen.
Oké, deze jongens wel te stoppen, want hij is zojuist vermoord. Wauw, heel slecht dit. Maar dat maakt niet uit. We gaan verder. Ja, ik ga nog even een wapen scoren en dan ga ik het ook gewoon doen. Zullen we dan samen? Ja, goed plan. Laten we dat doen. Dan koop ik voor mezelf ook weer even een nieuw wapentje. Want vorig is een beetje out of the world gevallen. Laten we het daarover. Oh, wat? Wat? Nu al? Wat? Hoe dan? Huh? Oh, hij sprong erop. Oh, er zat helemaal geen bescherming bovenop. Wow. Fuck dit. Maar... Daar ga ik er ook tegenaan, hoor. Maar wat het is, de... Ze zijn allemaal kapot, zo goed als. Ik zie het, alleen Granite. Ja, ik zou dus gewoon lekker thuis blijven en gear kopen je hebt gelijk, voordat je doodgaat. Ja, ik wou net zeggen, want dan respawn je natuurlijk niet meer. Ja. Almost forgot. Nou, dan neem ik even snel het iron mee. Oh, dit is zo spannend. Maar op zich, wij zijn purple, we zijn nummer 2. Dus we doen het. We zijn supergoed, jongens. Disclaimer. We zijn supergoed. Ja. Auw! Crap! Ah! Is er iemand of niet? Ja. Oh, hij sprong... Is hij dood? Hij sprong op mij af en toen viel hij naar beneden. Nice. Ik was heel even bang dat je dood zou gaan, maar gelukkig is het gelukt hem te killen. Nou ja, laten we het daarop houden. Oh my god. Oh, wat geniaal. Lekker, lekker, lekker. Als we zo doorgaan, dan worden we misschien nog wel de winnaar ook. Alleen die vieze grijze bejaarden in Eggwars, die moeten natuurlijk hun ei weer hebben. Dat is ongelooflijk. Ja, viezerik, hè. Echt een rare gekkie. Maar dat maakt niet uit. Zullen wij gewoon samen lopen? Goed plan. Ik koop heel even snel wat gear, want anders ga ik echt dood, denk ik. Is goed. Ik weet niet wat voor gear jij aan hebt op het moment. Ik heb leather en een iron sword. Oeh, netjes. Maar we moeten eigenlijk aan diamonds zien te komen. Maar ja, iedereen gaat al dood. Er zijn echt wel hele teams eliminated op het moment. Echt waar? Ja. Oeh, shit. Dus we maken kans om te winnen op zich. Zeker. En ik zie nu dat mijn facecam niet heeft opgenomen. Maar ja. Oh, die heeft niet opgenomen. Nee. Oh, dat is balen. Dus jullie zien helemaal niet mijn prachtige uitdrukkingen. Dan moet ik 2 keer zo mooi kijken. Precies. Oh, wat is dat stom zeg. Oh man, komen we ook gewoon nu achter nu we aan het winnen zijn. Ja, hè? Precies. Ongelooflijk. Hebben we net 10 potjes gespeeld, alles verloren, winnen we een keer? Het komt gewoon door de server dat je je facecam hebt opgenomen. Maar laten we het daarop houden. Nou, dan moet ik maar kijken of ik jou wel in mijn facecam ga doen dan. Oh ja, dan is het natuurlijk ook weer zo... Zo awkward. Geniaal. Oh, oké, ik heb een zwaard. Ik weet alleen niet welke kant we op moeten samen. Want okay. Ik zit... Oh, daar ben je. Ja, ik ben hier. Nice, oké. Nee, je moet een beter zwaard, man. Ja, ik zag je echt zo kijken naar mijn zwaard. Zo van, daar wil jij mee gaan pvp. Ja, dat lijkt me niet handig. Pak hier wat gold, want je hebt met 16 gold heb je... Ik heb wat diamond. Oh, dat kan niet. Oh, oké. Ja, diamonds gold pakken. Ik heb al 8 gold voor je. Oh, super. En hoe duur is een... Die is 16. Haper een beetje, zie ik. Kijk eens. Oh, kijk eens aan. Ik heb gewoon 16 gold, dat is ongelooflijk. Lekker. Ga ik nu even een mooi zwaardje voor mezelf kopen. Ik stel eerst even al het iron mee. Dan maak ik nog even wat sandstones, dat we in ieder geval kunnen... Ik denk dat we gaan winnen. Ja, echt? Ik denk serieus dat we gaan winnen. Puur omdat namelijk die Gray, die gaat heus niet alleen op ons focussen. Dus als die nou even door iemand anders wordt doodgemaakt, dan kunnen we nog winnen ook. Ja, let's do it. Let's do it. Oké, dus welke kant gaan we op? Jij bent de leider, want ik durf niet zo goed vooraan te lopen. Of moet ik juist wel vooraan lopen? Nee joh, ik doe het wel. Oké. Let's do this! We moeten elkaar wel afwisselen. Jij gaat voor, ik ga voor, jij gaat voor. Ja. Hier is Gray, maar die moeten we niet hebben. Nee? Nee, want Gray die respawnt weer. Oh ja, daar hebben we niks aan. We moeten juist degene hebben. Laten we naar het midden gaan. Ja, we gaan naar mid. Mid. Daar is Orange, maar ja, Orange... Gray. Orange. Kom ik met mijn Gray. Oké, wacht even. We gaan hier bukken. Oké, diamonds. Ja. Oh, wow. Waar? Oh, daar. Ik sla hem eraf. Het is Gray. Hij is dood. Is hij dood? Ja, ik ben ook bijna dood. Ik kan niet meer hier. Ik heb geen eten. Oké, ik heb hier eten voor je. Oh, thanks. Ah, lekkere worteltjes. Nice. Lekker. Kan ik ook nog beter zien? Super chill. Ja, nee. Oké, laten we hier verkennen. Ik moet een beetje regeneraten, want anders ga ik dood. Oké. Je moet wel stil zijn, dude. We moeten heel voorzichtig zijn, want anders horen ze ons misschien. Oh, kijk, hij komt hier naar buiten. Hij komt hier. Ik pak hem. Ik kan hem niet aanvallen. Oh, hij hoort bij ons. Hij hoort bij ons. Nee! Oh, shit. Daar is gewoon. Ah, dit doet pijn, Job. Dit doet heel veel pijn. Mijn hart, jongen. Tranen rollen naar beneden gewoon. Ongelooflijk. Nou, ik vond dat we het op zich nog wel redelijk goed gedaan hadden. Maar we zijn wel de kijkers een betere match verschuldigd. V-
Vind ik eigenlijk wel. Vind ik ook. Maar dat gaan wij volgende keer doen. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Jullie zien niet mijn dankbaarheid in mijn gezicht. Omdat natuurlijk Wouter altijd valt met zijn video's. Laatst had ik ook 10 video's. Had ik het IP in mijn video staan van een video daarvoor. Oh. Dus ja, dit is niet nieuws. Dat zal maar gebeuren. Precies. Bedankt voor het kijken, guys. Vergeet zeker niet het kanaal van Job te checken. Je bent weer met een nieuw kanaal begonnen. The Game Hall. Tenminste, een oud kanaal. Yes. Ja, klopt. Ik ben weer begonnen met het uploaden op dat kanaal. Met allemaal Minecraft. Dus check dat zeker, jongens. Want daar komt heel misschien ook iets van ons samen van. Heel misschien Mindtopia. Heel misschien online. Heel misschien. Heel misschien, hè. Vergeet zeker niet dit te liken als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen weer om 5 uur bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.